Welkom bij een nieuwe aflevering van Strip FIFA met mijn zusje. Het heeft heel lang geduurd tot we... Zo, dat is lang geleden. Ja, maar echt. Maar de journey, dat was saai op een gegeven moment aan het worden. Met die gast die alles hetzelfde ging doen. Maar welkom bij een nieuwe aflevering van Subdraft. De serie waarin ik FUT-drafts maak aan de hand van ideeën die jullie achterlaten in de comments. En er is weer een hele leuke comment achtergelaten de vorige video. Ja, thanks Simon. Die is van Simon Zwicker. Doe de zusdraft. Laat je zus de knapste speler kiezen. Kan ook met je vriendin of moeder. Nou, had ik als eerst mijn moeder gebeld. Die kon niet. Toen mijn vriendin. Die kon ook niet. En nu jou. Jij bent derde keus. Ja, thanks Willy. Heel fijn. Alright. Leuk idee, Simon. Er is een giftcard naar keuze van 10 euro voor Xbox en PlayStation naar onderweg naar jouw Insta. Je hebt eronder gezet. Heel goed. Als mensen weer ideeën achterlaten onder de comments. Maar zorg er ervoor. Volgens mij is dit de 15e aflevering. Dus moet deze aflevering 15.000 duimpjes omhoog gaan. 15.000? 15.000 duimpjes omhoog. Maar dat is dus zo. Dat als mensen een comment achterlaten en die wordt topcomment. Mm-hmm. Als ze dan topcomment worden, maar niet dat getal hebben gehaald. Yeah. Dan krijgen ze geen giftcard. Dus het is wel belangrijk dat jullie dat ook doen. En elkaars comment liken als je een leuke ertussen ziet. Goed, jouw taak. Okay. Heel simpel. Een paar keer kan ik het ermee ons eens zijn. Ondanks dat nou ja, mijn voorkeur gaat uit naar vrouwen. Maar soms als bijvoorbeeld een Sergio Ramos ertussen zit. Ja, of Mauro Icardi. Wie ben ik om daar nee tegen te zeggen? Maar jij moet elke keer de lekkerste speler kiezen. En dan ga ik daarna ermee spelen. En we gaan, omdat ik ben heel slecht hierin trouwens. Mm-hmm. Ga ik dan spelen, ga ik proberen heel ver te komen. Maar dat hangt er een beetje vanaf. Oké. See. We hebben een Chileen, een Belg, een Zweed en een Argentijn. Dan ga ik voor Sanchez. Voor Sanchez? Ja. Niet die lekkere Rasta's? Nee, ja. Dus, het gaat lekker man. Gaat op een gegeven moment stinken en zo. Ja, dat is onhygiënisch. Oké, nou dan niet. Dat was wel een... Oké, okay. Nee, prima. Alright. Nu komt waarschijnlijk Cristiano Ronaldo. Niet. Hazard voor de tweede keer. Hij wil heel graag gekozen worden, maar... welke ga je? Dit is een Italiaanse, een mooie boy. Nee, die zijn altijd een beetje nat. Dit is Dries Mertens. Dat is een balen. Coutinho, Braziliaan, Hazard en Nani. Dan ga ik voor die Duitser. Er zit geen Duitser tussen. Dat is toch de Duitser? Oh, dat is een Spanjaard. Welke? Die. Nee, die er links. Dat is een Belg. Oh, grapje. Gast. Je doet de universiteit. Ja. Geen geografie of iets, maar... Oké. Okay. Zie je nu hoeveel dat verschilt van de Spaanse vlag? Ja, een beetje. Maar die wil ik. Die Suso? Oké. Ja hoor, kom maar door. Lekker. Oké. Ik denk dat er heel veel comments gaan komen over dat ene. Maar goed, alright. Ja, vast. Yes. Kom maar jongens, kom maar. Ik denk dat ik deze weet... Johnson. Ja, dat wilde ik zeggen. Zo'n is een beetje klein. Een beetje iets te oud voor jou, naar mijn mening. Ja, maar goed, best. Dat zeg ik altijd. Oké. Joop Jerg. Een Deen, ja? Ja, die ja. Oké. Ja, Denemarken is goed land. Ja, gaan studeren. Ja, dat is inderdaad zo. Oké. Tweede. Ja, Fabregas? Ja. Oké. Ja, daar ben ik helemaal niet ontevreden over. Die hebben wel allemaal goede linkies. Alright, linksachter dan. Dit gaat lekker op dit tempo hoor. Maxwell. Die heeft heel lang in Nederland gevoetbald. Bij Ajax. Nou ja, Leuk feitje. Weet je wie... Ja hoor. Ja? Ja, dat is de man van Shakira, toch? Ja, klopt. Helemaal. Kijk, helemaal correct. Kennis. Oh mijn god. En die komt dus uit België. Oh. Nee, Spanje. Ja, lekker dichtbij. Spanje. Oh. Dat is de Spaanse vlag. Alright. Papastadopoulos, Socrates, Perrin, Smalling, Godin, John Terry. Perrin. Snap ik op zich wel. Ja. Leuk verhaaltje achter Terry. Die heeft heel veel vrouwen geneukt van teamgenoten. Of tenminste, heeft hij een paar keer gedaan. Oh, ja maar ja, nou, het ziet er wel niet leuk uit. Nee. En hij heeft geen baard. Ja, team baard. Yes. Oké, twee spelers van een baard. Bellerin, Klein, Sanja. Klein. Ja? Ja, anders krijgen we een heel wit team. Lekker variëren. Precies. Ja. Blijft een beetje chockerend voor mij dat het dan de speler is die jij het lekkerst vindt. Dus dan visualiseren. Ja, oké. Ja, jij wel over hier. Ja, Simons idee. Ja, Simon, mijn mama. Ja, wie niet? Wat? Dan ga ik toch voor Bravo, denk ik. Claudio Bravo, Chileentje op zijn tijd. Huppakee. Lekkere wijn. Dat ook. Prima. Voor Patricio. Patricio. Dat is Portugal, toch? Ja, ja, kijk. Ja. Top.
Dat is gewoon, daar is niks op aan te merken. De La Bella. Ja. Ja hoor. Niet een van die twee Russen? Nou, vind ik verleidelijk. Oké, Perez, Otamendi, Baines. Ramos. Sergio, mooi boy, toy boy. Ramos. Zeker. Dat is zeker. Zeg maar de grootste smikkelbier van de 21ste eeuw. Ja, love it. Carrasco. Welk land? België. Ja. Yes. Oké, goede keus. Parejo. Parejo. Een Spanjaard. Weer een Spanjaard. Je hebt wel wat met die Spanjaarden. Het is een liedje. Oh, zo. Nou. Poepoe. Ja? Nee. Hij vindt zichzelf al te lekker. Weet je hoe lekker die gast is? Nee, ik vind hem te nat. Het is inderdaad een beetje een natte tosti. Het is een beetje zo'n natnek. Ja, maar ja. Ja, maar het is wel nog... Oké, ja, maar dan heb je een Italiaanse mooi boy. Nee. Neymar. Coutinho, die heb je net afgewezen. Ja, maar dan denk ik dat ik nu toch voor Coutinho ga. Oké dan. Ja. Logica is ver te zoeken bij jou. Goeie beredenatie. Ze wijst Ronaldo af. Oké. Maar dat is toch fat als je nou Ronaldo afwijst? Ja. Dat is toch gewoon heel grappig? Ja. Geen dure merkkleding en auto's voor jou. Jordi Alba zien niet heel goed. Kies Jordi Alba. Alba. Yes! Ja. Goeie keus, past precies in het team. Ja, hard over nagedacht. Tyson, Ricky Karsdorp, Marco Reus, Iago Aspas. Adler. Ja. Ja, snap ik op zich wel. Het is wel een smooth Duitse keepertje. Ja. He's a keeper. Prut. Gomez. Rakitskitskitski. Gomez. Ja. André Gomez. Van Barcelona. Oké. Delgado, Badu, Acevedo. Mooi chapsel. Jurgensen en Gouden Leeuw. Delgado. Ja, team waard. Ja. Wederom. Er moeten mannen met waarde zijn. De laatste, met die onmogelijke naam. Junusovic. Ja. Valt wel mee, toch? Beetje Oostenrijks. Komt waarschijnlijk uit een ander land, though. Maar oké. Okay. Johnson, Guiliano, Cassia, Glissi. Vela. Carlos Vela. Si. Ja, si. En dan de laatste, de manager. Sowieso Ravezon. Ja, nou, wat een knappe vent. Dan denk ik de Portugees. De linker. Paulo. Paulo Sousa. Ja. Is volgens mij coach van Genoa, als ik het goed onthoud. Uit Italië. 151 rating. Ik ga daar nog een een en ander aan veranderen. Dat zie jij nu wat er uiteindelijk uitkomt. Ja, dit heb ik ervan kunnen maken. Op zich wel degelijk. Ik vind het een degelijk team. Jij wordt heel erg bedankt, Hanna Pan. Alsjeblieft. Nee, ik ga jouw Insta niet in de beschrijving doen, zodat mensen je kunnen stalken. Oké, doe het wel. En heb jij nog leuke andere ideeën? Laat een comment achter en dan gaan we die doen. Ik ga nu spelen, maar daar ben je niet voor nodig. Ik wil jou niet jouw tijd zo bezet houden. Jij wordt, we gaan spelen. Doei. We zijn een paar dagen verder en ik ga nu eindelijk even met dat lekkerste team spelen. Door mijn zusje gekozen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ze is helemaal hier naartoe gekomen. Zo had ik in Amsterdam, maar oké. Okay. Eerste tegenstander heeft wel veel goede spelers. Alleen niet de beste spelers qua formatie en opstelling. Marcelo bijvoorbeeld op rechtsmidden als team of the year linksback. Goed, prima. Moet hij lekker weten. Inmiddels is ook bekend geworden wie kampioen is geworden van de Eredivisie. En dat is Feyenoord. Dus naar alle Feyenoord fans van harte gefeliciteerd. Ik ben een neutrale toeschouwer. Heel veel mensen denken dat ik voor Ajax ben omdat ik in Amsterdam woon. Op zich snap ik die link wel, maar dat is niet het geval. Ik heb het al heel vaak gezegd, dus ik meen het ook echt wanneer ik zeg dat jullie gefeliciteerd zijn. En ik hoop daarnaast ook gewoon natuurlijk als mensen dan weer... Dat moet je ook niet zeggen als YouTuber in Nederland. Dan gaan er sowieso mensen over haten. Prima, weet je. Gefeliciteerd. En ik hoop dat Ajax het ook goed gaat doen in de Europa League. Want dat zou gewoon heel top zijn voor het Nederlands voetbal. Kom op. Ik wil eindelijk weer eens een keertje verder komen in de draft. Want zoals jullie weten ben ik op een of andere manier heel shit. En waarom gaat dit niet in eerste instantie naar... Coutinho toe. Oké, prima. We scoren. Zoals jullie weten ben ik op een of andere manier heel shit in draft. Inmiddels weet ik al wel een beetje waardoor dat komt. Heel veel mensen zeggen dat draft gewoon anders speelt. Misschien is dat het. Misschien speel ik het ook te weinig buiten opnames om. Maar goed, we staan voor. En ik wil ook gewoon graag winnen, want dan krijg je betere packs. En er zijn gewoon goede Team of the Season kaartjes in packs beschikbaar. Ja, Fabregas op Sanchez. Huppakee. Dit is een oké schot. We kunnen hem nog bij een speler krijgen, maar de scheidsrechter fluit af en dan krijgen we een penalty. Oké, dat is prima. Ik ga maar gewoon hoog door het midden schieten. Dat is niet hoog en niet door het midden, maar... Dat is lastig hoog door het midden schieten. Ik doe mijn stick dan altijd omhoog, maar blijkbaar doe ik dan iets naar een kant. En nu werkt het in één keer in ons voordeel. Doordat het zo warm is en ik dan hier met zo'n warme lamp op mijn gezicht gericht sta...
ja, kan ik je zeggen, dan ben ik gewoon heel erg aan het zweten. Ja, op Sanchez. En Louis slijt daarvoor. Ja, Sanchez. Goede bal op Eden Hazard. Weer redt hij hem. Ramos, of, dat is Piqué, niet buiten spel gelopen. Tik hem er nou. Tik hem er nou gewoon eens een keertje in, man. Is dit geen buiten... Alsnog schiet ik hem recht tegen De Gea, maar hij gaat erin. Yo, mijn finishing is drama, grap. Ik heb echt mijn afmaken onder mijn broek niet aan. Ja, Coutinho. Heerlijke bal op Hazard. En yes, 0-4. Lekker doelpuntje. Prima doorgespeeld op Hazard. Ja, die schiet hem eigenlijk even... Ik schiet hem eigenlijk even gewoon... Met passie schiet ik hem erin. Oh, hallo. Hij is geragequit. We gaan door naar de volgende wedstrijd in de volgende ronde. Kom maar binnen met die Team of the Seasons. Kom maar binnen. Binnenhengen. Wacht, even Milo quote. Hoep. Binnenhengelen. Alright. We komen tegen een volgende tegenstander. Weer niet helemaal volle teamgeest, net zoals wij niet hebben. Verdediging is best wel matig. Met die non-rare van Athletic Bilbao. Ik weet zijn naam even niet. En Mathieu. Middenveld is wel een stuk beter. En aanval is ook gewoon goed. Dus wordt lastig. Bob, kop hem weg. Heel goed gedaan. Nu even dat countertje opzetten. Ze hebben slome verdedigers. Dat is prima, dat weten we. En daar wordt hij inderdaad overheen gegooid. En daar zit Eden Hazard. En dan wederom een redding van de keeper. Ja, diep sturen. Wie is dit? Eden Hazard, nummertje 3 achter op zijn shirt. Ik denk dat is de linksback of de rechtsback, maar het is Eden en hij prikt. Yes, we staan weer voor. Oh, lekker. Lekker, Jordi Alba. Lekker. Ik stond helemaal verkeerd gepositioneerd. Hij komt er nog voor. Kopt hem terug naar de keeper. Keepertje redt hem. Wij zijn er weer door. Dani Parejo, de allersnelste speler van het hele spel. Moet ik zeggen, blijft goed voor zijn man. We krijgen een beetje geluk. En weer Eden 0-2. Counter uit het boekie. Met een beetje geluk, maar wel een counter uit het boekie. Corners vind ik echt het meest nutteloze wat er is in dit spel. Corners die... Je scoort nooit corners. Ik kreeg er nooit kansen uit. Helemaal niks. En toch moet je ze nemen. En kan je niet zeggen van, nou weet je wat? Ik sta ze af. We gaan er niks meer mee doen. Kom op. Ja, verre hoek. Oh. En Hazard. Oh, ik geef uit het spel. Hij zit erin. Beetje mazzel. Wederom slecht afgemaakt voor mij. Die in eerste instantie. Die keepers hebben ze steeds vaker. Kom een paar keer tegen Butler dan vandaag. En die heeft gewoon echt alles. En dan begin ik heel erg aan mezelf te twijfelen. Nou, het zal ongetwijfeld door mij komen. Komt het vast ook. Maar ja, je schiet hem zo hard en die keeper die doet gewoon een animatie. En dan schiet je dus blijkbaar recht tegen die handen aan. Want dat is niet echt een reflex. Hazard, hat-trick. Oi. Oké, keepertje. Goeie vrije trap. Maar zo hard was hij toch ook weer niet? Ja, je kan niet zien wat mijn keeper deed, maar... Dat is niet echt... Je zegt er niet bravo tegen. Ja. Oei. Dat kon hij even niet bijhouden allemaal. Dat kon hij even allemaal niet bijhouden. Zo, lekker spelletje, man. Hij heeft bij Inter gespeeld, hè? Ex-Inter. Counter vanuit zijn vrije trap. Zijn keeper komt uit. Dat check ik. Dus dan chip ik hem. En would you like some salt with those chips? Even dat zoutvaatje. Even een beetje... geen peper. Alleen zout. Direct op pauze. Gaat hij reeds kwitten. Lijkt me handig. Scheelt ons weer tijd. Precies. U wordt bedankt. Op naar de volgende wedstrijd. En de volgende tegenstander heeft alleen maar BPL-spelers. Daardoor wel 100 teamgeest. En ja, eigenlijk ook best wel goede spelers. Pogba, Kanté, De Voer. Ja, dit is een gevaarlijk teampie. Wie is daar? Parejo. Oh, klerenleier. Oh, nee. Keeper, ik druk op I. Oh, beter dat hij niet uitkwam. Hij heeft een redding. Ja, niet choken. Ja, nee, hij schiet hem, hij scoort hem. Let's go. Nee, Ronaldo is erdoor. Oké, verdiend doelpunt. Ik stap helemaal verkeerd in. Kijk hier, dat deed hij goed. En dan druk ik op B, op rondje, op... dat deed ik niet goed. Ja, kom op. Coutinho! Lekker doelpunt. Drie doelpuntjes in de 45ste minuut. Ja, weer dat lekkere skill dribbelen. Uit de draai. Ja, Sanchez kan het. Maar drie doelpuntjes in de 45ste minuut. Moet je nagaan. Toen het de 45ste minuut werd, stond het 1-0. Hadden wij één doelpunt verschil, was niet heel zeker. Aan het einde van de 45ste minuut staan we twee doelpunten verschil voor. Sanchez is erdoor.
Keeper staat heel onstabiel. Wij prikken hem gewoon. Eden Hazard, 1-4. Druk op pauze. Ik druk wel voor jou op pauze. Ik druk voor jou op pauze, zodat jij weg kan gaan. Oké, dan niet. Hij gaat sliden. Ja, hij gaat sliden. Geeft hij een penalty weg. En dan gaat hij rage quitten. Ja, precies. Hey, haha. Voorspellende gaven. We zitten in de finale. Kom maar op met dat 50k. Waarschijnlijk 15k pakketjes waar we er 5 van krijgen. Maar er gaat wel een Team of the Season in zitten. De laatste tegenstander heeft ook weer een BPL team. Met Team of the Season Vertonghen erin. En veel goede spelers. En die gaat waarschijnlijk ook direct Boni wisselen of zo. En dan heeft hij echt gewoon een topteam. Als hij dit team in Ultimate Team zou hebben, zou ik heel jaloers zijn. En daarnaast 5 verdedigers. Wat best wel jammerlijk is, want ja, daar kom je gewoon vrij lastig doorheen. Maar goed, we hebben tot nu toe gemiddeld 4 doelpunten per wedstrijd gescoord in deze FUT draft. Dus aanvallend gezien zou het goed moeten komen. Buitenspel. Please. Please. Nee, hij scoort. Beetje lek in het spel. Ja, nee, Pogba dept. Dat mag. Oké. Ja, waarom? Coutinho op Hazard. Vertonghen die hem bijhoudt. Hazard, let's go. 1-1. Jantje Vertonghen is een goede Team of the Season verdediger. Maar heeft wel maar 72 pace. Dus dat moet Hazard inderdaad gewoon winnen. Oh jee. Nee. Haal hem weg. Nee, hij heeft Sadio Mane ingewisseld. Ja, die is snel. Die is heel snel. Daar ga ik niet bij kunnen houden. Ja, dit wordt een gevalletje. Heel erg hard ons best doen. En hopen dat hij niet nog meer gaat scoren. Want zijn team is gewoon heel erg lekker. Ik kan dit niet. Ik kan niet met Dellabella tegen Hazard winnen. Bravo redt ons en houdt ons in de wedstrijd bij dit. Ja. Scheidsrechter fluit af voor de rust. En aan de statistieken kan je zien dat. Ja, hij staat wel verdiend voor. Veel bal bezet. Meer schoten op goal. Ons pas is net iets beter. Maar goed, ja, we wisten dat het lastig ging worden. En ja, dat is het vervelendste. Dat ik gewoon niet kan wisselen. Want geen een van de spelers op de bank is beter dan een van de spelers die we in het veld hebben staan. Alright, goed. Oké. Dit is. En ja, dit is gewoon een prima doelpunt. Oh. Nee. Ja, ik kan nu wel gaan zeggen dat ik inderdaad daar niet op drukte omdat er een vertraging in zat. Maar goed, wie gelooft dat nou? Zelfs de herhaling lekt. Nee, dit wordt ook leuk. Oké, hij scoort hem. Wat? Hij paast op zichzelf. Nee, dat kan allemaal in dit spel. Waarom speel je gewoon 3 potjes? Gaat het allemaal goed? En in dat laatste potje, als het echt ergens om draait, gaat hij... Ja, we hebben verloren helaas. Mijn tegenstander was oprecht gewoon beter. Beetje zonde dat, dat de factoren waar je dan niet zo heel veel aan kan doen niet mee zaten. Maar misschien had hij er ook wel last van. Dat weet je niet. Dus hij heeft wel gewoon hier. Hij heeft ook wel gewoon vernieuwd gewonnen. Jammer. Ik had oprecht wel na die eerste 3 wedstrijden gedacht van... Hey, weet je wat? Misschien kunnen we die finale halen. Niet de prijzen claimen. Dat doe je hier. Oké. We hebben in ieder geval wel weer een paar wedstrijden gespeeld. Dat is lekker. Dat hebben we heel vaak met FUT-draft niet gedaan. Dat we daar echt ver mee kwamen. Maar zoals altijd. En dat is het. Waarom doe ik deze serie? Die pakketjes die je krijgt zijn zo ontzettend kak. Altijd. En alles. En overal. En ja, kleine sterren. Je wordt bedankt voor het kijken. Laat een comment achter voor de volgende aflevering. Waarom krijg je nooit goede dingen? Bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Joejoe!